In de serie van How-To-weblessen gaan we vandaag kijken naar het probleem dat je soms tegenkomt dat je moet gaan vergelijken tussen twee verschillende natuurkundige situaties. En het vervelende is daarbij vaak dat je geen meetgegevens krijgt. Dus je moet echt gaan puzzelen. En ook dat puzzelen kun je in een aantal uh, stappen kun je dat voor jezelf wat duidelijker maken. Stap 1 is. Probeer de gegevens die je hebt gekregen te formuleren in vergelijkingen. Probeer twee situaties te zien die je met elkaar moet vergelijken. En kijk eens hoe je die situaties kunt omschrijven. Daarbij is het ook belangrijk om te kijken naar de formules die je nodig hebt. Welke grootheid moet ik nu vergelijken? En eh, is die grootheid hangt die ook samen met een bepaalde formule. De truc die je vaak moet toepassen in dit soort opdrachten is substitutie. Substitu van grootheden in de ene situatie naar de andere situatie. En als je dat hebt gedaan, dan zul je ook vaak zien dat je nieuwe verbanden kunt vinden. Je kunt vaak dan ook weer andere grootheden met elkaar vergelijken. En als je dat allemaal op een rijtje hebt, dan is het ook mogelijk om uit te werken tot een antwoord op de vraag. Nou, dit klinkt natuurlijk heel erg abstract. En deze opdrachten zijn ook vaak wel abstract van aard. En Laten we eens kijken naar een voorbeeld om het allemaal wat duidelijker te maken. En het voorbeeld komt uit het examenprogramma van 6VWO. En we gaan kijken naar twee sterren. En uh, wat is nu het verschil tussen de twee sterren? Nou, laten we eens even kijken naar de vraagstelling. De vraag is de volgende. Ik heb een ster A, die heeft een diameter die twee keer zo groot is als ster B. En wat kunnen we nu zeggen over de valversnelling als je op het oppervlak staat van uh, ster A vergeleken met die op ster B? En we krijgen nog een extra gegeven, namelijk uh, beide sterren hebben wel dezelfde dichtheid. Laten we de vraag eens even goed bekijken. Ik heb in oranje gezet de dingen die we gegeven hebben gekregen. En in het rood de vraag die we straks moeten gaan beantwoorden. En de vraag gaat over valversnelling. En uh, welke gegevens hebben we nu gekregen? Nou, de diameter, daar zit een factor 2 tussen, tussen beide sterren. Maar de dichtheid is hetzelfde. Dit gaan we eens eventjes in een vergelijking stoppen. En we gaan dus beginnen met stap 1. Probeer de gegevens in een vergelijking te zetten. De diameter van ster A is twee keer zo groot als die van ster B. Nu weet ik dat vaak in formules niet de diameter maar de straal gebruikt wordt. Dus ik ga meteen de straal opschrijven. Maar natuurlijk geldt ook voor de straal dat de straal van ster A twee keer zo groot is als de straal van ster B. En ik weet ook dat we over de dichtheden weten dat beide dichtheden aan elkaar gelijk zijn. Nou, ik heb alle gegevens uh, heb ik in een uh, vergelijking gezet. Nu is het tijd voor stap 2. Uh, welke formules denk ik nodig te hebben? Gevraagd wordt de valversnelling, en daar hebben we deze formule voor. Die is gelijk aan de gravitatieconstante maal de massa van de ster, delen door de straal in het kwadraat van de ster. En uh, ik heb ook nog een tweede. Formule die ik kan gebruiken. Want als ik nu kijk naar de formule van, gravitatie, eh, sorry, van de valversnelling, dan staat daar een hoofdletter M, massa van de ster in. En over de massa heb ik niks gegeven gekregen. Kan ik nu een tweede formule tevoorschijn toveren, een verband waarin die massa wel staat? Ja, Je snapt natuurlijk wel, eh, ik, ik ben al aan het werken naar het antwoord. Die formule is er en die zit verstopt in. De definitie van dichtheid. Kijk maar. Dichtheid is namelijk gelijk aan massa delen door volume. En we hebben hier te maken met een bolvormige ster. Dus de massa is de massa van de ster. En voor volume kan ik uh, de inhoud van een bol invullen. 4 derde pi r tot de macht 3. Deze twee formules ga ik dadelijk gebruiken. En ik ga naar stap 3. En ik ga kijken, kan ik iets substitueren? Um, ik heb dus dat de dichtheid van ster A gelijk is aan de dichtheid van ster B. En nou kan ik, heb ik voor dichtheid had ik die formule, die kan ik dus invullen. Het wordt een hele brei, maar het ziet er dan zo uit. Um, de dichtheid van ster A moet gelijk zijn aan de dichtheid van ster B. En ik heb nu de massa van beide sterren gebruikt en de straal van beide sterren. Ik kan gelukkig de boel wat vereenvoudigen, want links en rechts staat 4 derde maal pi. Die kan ik weghalen en dan ziet het er al wat overzichtelijker uit. Nu komt de truc eigenlijk. Ik ga substitueren. Ik ga gebruik maken van het gegeven dat de straal van ster A twee keer zo groot, groot is als de straal van ster B. En die ga ik ook invullen in de vergelijking. Ik ga nu op de plek RA, ga ik 2xRB invullen. En dan ziet het er zo uit. Dan moet ik natuurlijk opletten dat die 2xRB tussen haakjes moet komen. En als ik dan de haakjes verwijder, dan komt daar onder de streep, 8 rb tot de macht 3 te staan. Als je nu weer goed kijkt, dan zie je dat je deze vergelijking ook weer kunt vereenvoudigen, want nu heb ik ineens, omdat ik heb gesubstitueerd, links en rechts onder de streep rb tot de macht 3 staan. Die kan ik wegstrepen. En wat hou ik dan over? Ik hou over dat ma gedeeld door 8 gelijk moet zijn aan mb. En als je dat omschrijft, dan staat er dus eigenlijk niets anders dan de massa van ster A is 8 keer zo groot als de massa van ster B. Nu heb ik eigenlijk ook meteen stap 4 gedaan. Ik heb een nieuwe eh, vergelijking gecreëerd. Ik, heb, ik kan nu ook iets zeggen over de beide massa's van de sterren. En dit ga ik gebruiken in mijn laatste stap, want nu ga ik dus eh, werken naar het antwoord. Hier moet dus staan eh, stap 5 in plaats van stap 4. En stap 5 is, we gaan de vraag beantwoorden. En belangrijk is dat we de verbanden tussen beide sterren, die we net hebben gevonden, gaan blijven gebruiken. En we gaan dus blijven substitueren. En wat zijn de twee verbanden? Nou, ik weet nu eh, naast dat de straal van ster A twee keer zo groot is als de straal van ster B, ook dat de massa maar liefst acht keer zo groot is. Dit ga ik gebruiken. Dit is mijn formule, en ik ga hem even invullen voor ster B. Hoe kan ik de valversnelling op het oppervlak van ster B berekenen? Nou, die is gelijk aan g, hoofdletter g, maal de massa van ster B delen door de straal van ster B in het kwadraat. Nu ga ik hetzelfde doen bij ster A, alleen ik ga niet de massa van ster A invullen en ook niet de straal van ster A in het kwadraat. Maar ik ga mijn beide vergelijkingen die ik daarboven heb staan, die ga ik substitueren. En dan krijg je dit. En ik krijg nu dus boven de streep 8 maal mb en onder de streep 2 maal rb in het kwadraat. Nou, 2 maal rb in het kwadraat, als ik die kwadraat weg uh, ga werken, dan wordt 2, uh, wordt dan 4. Hè? 2 in het kwadraat is 4. Dan krijg ik boven de streep 8 en onder de streep 4 en dan wordt dat die 2 die ik bij de volgende vergelijking eigenlijk al voor... Um, de breuk heb gezet. En waarom heb ik dat gedaan? Als je nu goed kijkt, dan zul je zien dat de breuk die ik op de onderste rij heb, g mal mb gedeeld door rb in het kwadraat, dat is precies wat ik de regel daarvoor ook al had. Dat is de valversnelling op ster b. Dus uh, die kan ik vereenvoudigen. Ik kan erop schrijven: gb, kleine gb. En dan zie ik meteen het meteen verband. Wat kan ik zeggen over de valversnelling op ster a vergeleken met de valversnelling op ster b? Die is. Twee keer zo groot. Deze uh, soort opgaven kom je heel vaak tegen. Bij, eigenlijk bij alle van hoofdstukken kun je die tegenkomen. Een tweede voorbeeldje is bijvoorbeeld uh, bij uh, elektriciteit. Dan uh, zou je zo'n vraag kunnen krijgen: ik heb een uh, staaldraad met een bepaalde weerstand R. Ik ga die staaldraad walsen totdat die drie keer zo lang is geworden als oorspronkelijk. Wat kun je nu zeggen over de weerstand van dat draad? Nou, ik ga deze niet behandelen, je mag hem proberen volgens het stappenplan. Het antwoord is dat de weerstand van het nieuwe draad, dat drie keer zo lang is geworden, negen keer zo groot is. Kijk maar of je daar uitkomt.